Spaarndam, Spaarndam, vier sluizen en wat huizen tussen Spaarne en het IJ. Spaarndam, Spaarndam, tussen heden en verleden, het is wel oud, maar niet voorbij. Als je wandelt tussen oost en west en slentert langs de dijk, als je bij de kolkje dorst weer lest. Spaarndam vormt het decor waar jaarlijks gedurende 5 zaterdagen in de zomer de oudste kunstmarkt van Nederland wordt gehouden. Het pittoreske dorpje, de aardige bewoners, de ongedwongen sfeer en de variëteit aan kwalitatief hoogstaande kunstwerken die worden aangeboden, zorgen ervoor dat de markt door honderden belangstellenden wordt bezocht. Wandelend tussen de kraampjes zien bezoekers een verscheidenheid aan kunstuitingen. Er is een vaste kern aan kunstenaars die jaarlijks meedoen, maar er zijn ook elk jaar nieuwe gezichten. Onder de ruim 40 kunstenaars bevinden zich onder meer siersmeden, schilders, beeldhouwers, laskunstenaars en keramisten. De Spaarndamse kunstmarkt is een begrip in de regio en inmiddels uitgegroeid tot een landelijk befaamd evenement. Nou, het is eigenlijk een voortuin waar dus de kunstmarkt is. Dus het is dit jaar al 44 jaar. De kunstmarkt is altijd attractief, want ja, er komen veel mensen van heinde en ver en komen ook natuurlijk een hoop oud-Spaarndammers. Het is altijd leuk, het is gezellig. Nu is het erg mooi weer de laatste paar weken, dus nou ja, wat wil je dan nog meer? Het volk denkt dus gaat te praten, ze doen en ze laten. De muggen, zij ziften maar door. Oh, Haarlem, wat ben je mooi. Haarlem, wat ben je prachtig. Stad en een dorpje tegelijk. Op Horrimpolde Spaarne, de stroom roert zich krachtig langs Drosten en Scheepmakersdijk. Haarlem, wat ben je mooi. Haarlem, wat ben je prachtig. Stad en een dorpje tegelijk. Op Horrimpolde Spaarne, de stroom roert zich krachtig langs Drosten en Scheepmakersdijk. Oh Haarlem. Met jou zijn wij rijk. Het sfeertje daar zo is gewoon geweldig aan de kolk. En dan kom ik met veel plezier, dan kom er ieder jaar kom ik er weer. En ja, dat bevalt me heel goed daar zo. Dus, ja. Je hebt daar een hele intieme sfeer. De locatie is helemaal geweldig. En ja, je kent heel veel kunstenaars. Dus je ziet elkaar dan één keer per jaar. En dan is er altijd weer genoeg bij te praten. Je komt alleen maar voor die kunstmarkt daar. Dat is het voordeel voor de kunstenaar zelf. Mensen komen bewust kunst kijken. En niet toevallige passanten. Oh, leuk kunstmarkt. En dat vind ik het voordeel van Spaarndam. De Spaarndamse kunstmarkt. De Oude Kerk is de laatste jaren een belangrijk onderdeel geworden van de kunstmarkt. In samenwerking met de kerkvoogdij vinden er tijdens kunstmarktdagen 3-kwartiersconcerten plaats. Het aanbod van de artiest is altijd heel gevarieerd. Als je wandelt tussen oost en west en slentert langs de dijk, als je bij de kolkje dorst weer lest, dan staat veel moois te kijk. Spaarndam, Spaarndam, tussen Spaarne en het IJ.